Ik zit hier met Kirsten. En Kirsten, kan je mij vertellen, waarom heb je dit huis ooit gekocht? Ik heb dit huis gekocht omdat ik er heel erg verliefd op werd. Na een zoektocht en twijfelde tussen Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Eigenlijk meteen een gevoel. Ja. En dat is eigenlijk wat wij eigenlijk de kopers ook gunnen. Ja. Is dat als ze hier binnenkomen, dat ze dat gevoel ook te pakken krijgen. Ja, het was eigenlijk direct bingo. En dit huis is echt altijd als een warme deken geweest. Ja. En doet ons ook verdriet om te vertrekken, maar ook niet. Omdat we na 16 jaar het volgende droomhuis hebben gevonden. En daarom gaat dit fijne huis in de verkoop. Want hoe lang heb je hier nou gewoond? 16. 16 jaar. Ja. En toen woonden we met z'n tweetjes, mijn oudste zoon en ik. En toen hadden we hier heel veel ruimte. Mijn ouders woonden hier part-time als ze uit het buitenland waren. En, ja, want eventjes, dat is er groot genoeg voor, hè? Want, nou ja, vervolgens kwam ik mijn man tegen, die stond met twee kinderen voor de deur. Dus toen hebben we hier met z'n vijven gewoond, inclusief ouders uit het buitenland, part-time. En, ja, want boven vier slaapkamers? Of tenminste, je kan vier slaapkamers maken? Ja, nee, het waren vier slaapkamers. Eén kamer is nu een kastenkamer geworden. Ja, en wat heel tof is aan boven, is dat je je kan het inrichten en doen zoals je zelf wil. Want het beweegt met je mee. Want je hebt vooral de draagbalken en de buitenmuren, die zijn vast. En leading. Maar al die tussenmuren, ja, als je er een loft van wil maken, kan je er een loft van maken. Wil je er twee kamers van maken, kan dat ook. Wat zijn nou verborgen pluspunten van het huis die misschien mensen over het hoofd zien als ze hier gewoon door het huis heen lopen tijdens bezichtiging? Goed, ons gezin heeft ervaren is dat het huis met je mee, hoe zeg je dat, met je meeleeft. Dus hoe jij ontwikkelt, kan dat huis ook ontwikkelen. Dus we hebben ook al verschillende kamers met verschillende ruimtes en mogelijkheden gehad. Dus het is niet een blokkendoos waar je alleen met een likje verf iets mee kan. Maar het nodigt uit. En beneden, ja, de beneden, daar leef je. Dus dat is heerlijk. Kan je iets vertellen over het contact met andere buurtgenoten hier? Met mensen hier in de straat? Nou, het is een hele fijne straat. En wat ik altijd zelf heel prettig vind, is dat dat er heel veel verschillende mensen wonen. Die allemaal, ja, op hun eigen wijze, ja, gewoon leuk zijn. En op zichzelf zijn. Dus niet de buur continu je deur plat lopen. Maar waar je wel een drankje in de voortuin. Of we hadden van de zomer hadden we hier op de hoek een spontaan feest. Waar ook allemaal weer muzikanten bij kwamen. En dat is gewoon heel erg tof. Ja. Dat is gewoon heel tof. Eigenlijk dus gewoon heb je een rijk sociaal netwerk hier in de stad. Ja, zeker. Ja, zeker. Het zijn gewoon leuke mensen. Ja. En de buurvrouw het leukst. Maar dat